Den Haag de zevende faculteit van beleids- en universiteit. Voor u niet zoveel, maar voor Leiden is dat een revolutie. Om een faculteit in een andere stad te beginnen. Ja, okay. Dit is een van onze gebouwen. Sommigen van u weten dat dit vroeger het kantoor van de landsadvocaat was. Die zit nu hier tegenover. Wij konden dit overnemen om onze universitaire activiteiten te ontplooien. Als u straks aan het eind van de bijeenkomst schuin naar achteren kijkt, dan ziet u voor de Koninklijke Bibliotheek een nieuw pand van 22 etages. Daar komt het University College van de Universiteit Leiden in deze stad. Dat is de reclame die ik even zelf heb gemaakt. Ik hoop dat u er zin in hebt, want het wordt een mooie dag. Het is een mooie dag. Er wordt een boek gepresenteerd. En niet zomaar een boek, het is niet een boekje. Het is werkelijk een heel dik boek geworden. En ik heet u van harte welkom hier bij de Campus Den Haag bij de presentatie van dit boek. Het boek heeft de titel De eerste 150 jaar parlementaire geschiedenis van Nederland. 1796-1946. Geschreven door professor Joop van den Berg en professor Jan Vis. En dat boek wordt hier gepresenteerd en daar ben ik trots op. Het wordt een hele leuke bijeenkomst. Nogmaals van harte welkom. In het bijzonder de heer en mevrouw van den Berg en mevrouw Vis. Het is moeilijk om de gevoelens van een ander te formuleren. Een boekpresentatie waarbij een van de schrijvers overleden is, kan enigszins bevreemdend werken. Maar het lijkt me ook wel weer heel mooi om de presentatie bij te wonen van het boek dat door je levenspartner is geschreven. Ik kende professor Vis niet persoonlijk. Ik kende hem voornamelijk van tv. Als het staatsrechtelijk geweten van D66 en als informateur van het eerste Paarse kabinet. Ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar mijn zus studeerde in Groningen aan de universiteit. En zij zei altijd, zij was, als ik vroeg wie er goed onderwijs gaf in Groningen, altijd zeer te spreken over professor Jan Vis. Dames en heren, het boek is geschreven door Joop en Jan. En het programma wil dat Joop nu begint met een inleiding over het boek. Joop. Burgers, representanten, hij is dan eindelijk gedaagd, die lang gewenste dag, waarop in een nationale vergadering door het gehele volk van Nederland verkoren en tezamengeroepen bijeen mag komen. Hij is dan eindelijk gedaagd, die grote en doorluchtige dag, waarop de belangens, de algemene en allergewichtigste belangens des gehele Nederlandse volks, met opene deuren en als in deszelfs tegenwoordigheid behandeld zullen worden en aan geen eindeloze raadplegingen meer onderworpen zijn. Hij is eindelijk gedaagd, die dag naar welke de grootste mannen onder onze voorvaderen wel gewenst hebben, maar wiens dadelijk aanwezen zij zich nimmer dorsten voorstellen, omdat zij dezelfde teffens beschouwden als de ontwijfelbare dageraad van ware vrijheid en onafhankelijkheid. Zo van binnen als van buiten. En derhalve van zulk een nationaal geluk en voorspoed, dat hun te groots en te schitterend voorkwam, dan dat dit aan het volk immer te beurt kon vallen. En zij lieten het daarom slechts bij wensen. Wij hebben dan in de tijd van nauwelijks iets meer dan een rond jaar het in deze verder mogen brengen dan tevoren in veel meer dan 200 jaren is kunnen worden daargesteld. Dit, dames en heren, zijn de eerste woorden van de parlementaire geschiedenis van Nederland. Ze werden op 1 maart 1796 uitgesproken door Pieter Paulus, de eerste voorzitter van de Nationale Vergadering, die op die dag voor het eerst bijeen was gekomen in de voormalige balzaal van de verjaagde stadhouder Willem V op het Haagse Binnenhof. Tussen twee haakjes. De voorzitter van de Nationale Vergadering was kwaliteit qua tevens staatshoofd, minister-president,
minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie, alsmede opperbevelhebber van de krijgsmacht. Mevrouw van Wildenburg mocht willen dat ze zoveel functies bij elkaar hebben. Ter geruststelling, dit omvattende ambt mocht slechts 14 dagen achtereen worden uitgevoerd. Zoals bekend, haalde Pieter Paulus dat niet eens. Hij werd na 3 dagen ernstig ziek en overleed aan een longontsteking binnen 3 weken na de opening van de eerste parlementaire vergadering. De nationale vergadering vormde de eerste, zowel nationale als democratische staatsinstelling in de vaderlandse geschiedenis. Uit haar midden moest een commissie van bijzondere samenstelling een ontwerpconstitutie voorbereiden die de eenheid en ondeelbaarheid van de Bataafse Republiek moest vastleggen, de trias politica tot stand moest brengen en grondrechten, ook sociale, moest formuleren. En dat alles met een vorm van mannenkiesrecht, vrouwen werden niet geacht deel te nemen, die een democratisch stelsel zou maken worden. Die eerste democratie heeft het niet lang gehouden. Ze bracht wel, zij het niet zonder enig forceren, een staatsregeling tot stand in 1798. Maar wat wij nu regering en parlement zouden noemen, kon niet werkelijk stabiel en doeltreffend samenwerken. De doorloop van ambten was voort te snel. En in 1801 werd een nieuwe staatsregeling tot stand gebracht, waarin het democratische en ook het parlementaire karakter van de constitutie werd aangetast. Pas ruim na 1830 zou de weg terug naar reële parlementaire zeggenschap weer worden ingezet. De democratie zal pas terugkeren in 1917. Wij zijn vertrouwd met de gedachte dat de parlementaire geschiedenis pas is begonnen in 1848 of op zijn allerruimst geformuleerd aan het begin van de 19e eeuw, na de terugkeer van Oranje in 1813 in Nederland. Ook de grondwetsgeschiedenis laten we het liefst beginnen bij 1814. Maar in beide gevallen vergeten we dan dat al vanaf 1796 constituties de rol van de staat en zijn instellingen reguleerden en beperkten. En dat de eenheidsstaat er gekomen is ondanks en niet dankzij de prinsen van Oranje. Wij vergeten bij voorkeur vooral dat het met een democratie is begonnen, hoe kort die ook heeft bestaan. En die vergetenachtigheid kleurt ons beeld van de helden van onze parlementaire geschiedenis. Onder hen zijn wij geneigd 2 grondwetgevers te rekenen, Gijsbert Karel van Hogendorp, 1814-1815, en natuurlijk Johan Rudolf Thorbecke in 1848. De laatste is a fortiori held van de geschiedenis geworden, omdat hij naast grondwetschrijver ook maker is geweest van de provincie- en de gemeentewet en een kieswet tot stand gekomen, alle 3, in de jaren 1850-51. In een later deel van de historie zijn het vooral de oprichters van grote politieke bewegingen die de vertrouwde helden van het verhaal vormen. Abraham Kuyper voorop en na of naast hem Alexander de Savonne-Lohman, Herman Schaapman en Pieter Jelles Troelstra. Tot de klassieke helden zijn we meer tegenwoordig dan een aantal jaren geleden gelukkig ook bereid 2 20e eeuwers te rekenen. Pieter Kort van der Linden, die de pacificatie van onderwijs en kiesrecht tot stand bracht en ons uit de Eerste Wereldoorlog vandaan heeft weten te halen. En Willem Drees, die leiding gaf aan Nederlands naoorlogs herstel en tegelijk de grondslagen legde voor de sociale waarborgstaat. Deze vertrouwde helden moeten natuurlijk onze oude helden plegen. Al ben ik wel geneigd te denken dat tussen hen allen Thorbecke een klein tikje wordt overschat. Zijn intellectuele meesterschap staat niet ter discussie. Maar hij heeft niet alles zelf uitgevonden, zoals in het boek dat vandaag wordt gepresenteerd ook duidelijk wordt gemaakt. Als politicus was hij zelfs niet erg geslaagd. Daarvoor was hij te rancuneus en te weinig in staat om als een crisismanager op te treden. Het woord compromis kwam in zijn woordenboek nauwelijks voor. Maar wie zei er dat de held van het verhaal altijd een groot karakter moet hebben? Nu ik het boek in mijn betoog heb ingevoerd,
is het de hoogste tijd het te hebben over mijn mede-auteur Jan Vis, die deze dag zo graag had willen beleven en die ik zo dolgraag naast me had zien staan. Het heeft niet zo mogen zijn. Iets meer dan 2 jaar geleden is hij, tot mijn groot verdriet, maar waarlijk niet dat van mij alleen, plotseling overleden. Dat heeft met zich meegebracht dat wij ons boek bij 1946 hebben moeten afsluiten. Niettemin is het ons bij dat boek gebleven. De hoofdstukken van Jan Vis heb ik wel geredigeerd, maar ze worden gedragen door zijn visie en zijn inzicht en naar vermogen ook zijn formulering. Steeds hebben wij beiden trouwens getracht in het boek te demonstreren dat het ons niet alleen ging om het intellect in de politiek. Daarvoor hebben, vonden wij, historici en politicologen wel eens iets te veel belangstelling en voeding. Daardoor is er iets te weinig oog voor politiek vakmanschap. Dat wat Machiavelli virtù heeft gedoopt. En dat nu eenmaal meer omvat dan intellectuele gaven. De goede intuïtie, de juiste tact, timing. En ja, ook de vereiste streken en streepjes die nodig zijn om politiek effectief te wezen, om politiek gelijk te krijgen. Daarom introduceren wij in ons boek de eerste 150 jaar graag in 2 genres en een paar nieuwe helden van het verhaal, die het misschien wat minder moesten hebben van grote visies en meer van hun vakmanschap. Daarbij begin ik met een paar succesrijke ministers van Financiën. Die zijn weinig spectaculair, maar een aantal van hen is van beslissende betekenis geweest voor de economische ontwikkeling en onafhankelijkheid tegelijk van de Nederlandse natiestaat. Het gaat te ver om in de politiek over het primaat van de overheidsfinanciën te spreken. Maar onder andere het regime van koning Willem I heeft laten zien hoeveel er kan mislukken als niet wordt gewerkt aan ordelijk functionerende staatsfinanciën. Voorop gaat dan Alexander Goochem, die aan het begin van de 19e eeuw gezorgd heeft voor zorgvuldig en controleerbaar budgetbeheer en voor een in de hele republiek functionerend belastingstelsel. Na hem noem ik graag de naam van de man uit het midden van de eeuw, Pieter van Bossen, een pragmatisch denkend vakman die vooral de binnenlandse handel, maar ook de export heeft bevrijd van hun vele barrières en die ons monetaire stelsel heeft genationaliseerd. Ten slotte noem ik graag, is ook iets meer bekend, Nicolaas Pierson, de man die tegen het einde van de eeuw eindelijk kans zag de belasting op inkomen en vermogen tot stand te brengen. En helemaal aan het eind van ons verhaal zijn dan al de eerste sporen te zien van het optreden van Piet Liefdink en zijn geldbestemming. Misschien moet er worden bijgezegd dat vooral in de jaren 40 en 50 van de 19e eeuw de ministers het werk een stuk gemakkelijker is gemaakt, het is niet anders, door Johannes van den Bos, die het cultuurstelsel in Nederland-Oost-Indië tot stand bracht en daarmee tevens het batig slot ter behoeve van de Nederlandse rijksbegroting, die daardoor in staat was om het op kosten van Nederlands-Indië de kosten van economische modernisering te dragen. Onder onze nieuwe helden, die van de virtue, rekenen we ook de man van de Bataafse revolutie, Pieter Paulus, over wie ik al tijdens mijn afscheid van de Maastrichtse Universiteit heb mogen spreken. In zijn kielzog noem ik evenals toen de naam van Willem Okkersen als de belangrijkste auteur van de staatsregeling van 1798. Een van Thorbecke's belangrijkste tegenstanders, Floris Adriaanszoon van Hal, hoort er zeker toe. Niet alleen verloste hij in 1844 Nederland van zijn allerergste schulden, die toen overigens heel wat hoger waren dan die van Griekenland vandaag. Later pacificeerde hij de protestantse rebellie tegen het herstel van de bisschoppelijke organisatie in ons land in 1853, zonder zijn liberalisme te verwaarlozen. En tenslotte doorbrak hij de impasse bij aanleg en exploitatie van de spoorweginfrastructuur, een impasse die de doctrinaire liberalen onder Thorbecke zelf hadden geschapen.
die bleken vervolgens net even te kleinzerig om Van Hal daarvoor dankbaar te zijn. Daarnaast voer ik graag een pleidooi voor de heldenstatus van Dirk Donker Curtius, de radicaal-liberale advocaat die daadwerkelijk het politieke karwei van 1848 op zich nam en met succes om de grondwetsherziening geduldig door alle instellingen heen te halen, ook al waren die lang niet allemaal even coöperatief, het minst nog trouwens de Eerste Kamer. Later zou hij samen met Van Hal een kleine reeks uitgesproken liberale wetten tot stand brengen, vooral op het terrein van het strafrecht. Ten slotte is er Jan Vis' stimulerende ontdekking van persoon en bekwaamheden van Jan Heemskerk Azoon, met een lange carrière in de politiek, die in de jaren 80 te midden van een ongelooflijke liberaal chagrijn en tegenover een agressief optredend confessioneel blok een algehele herziening van de grondwet door beide kamers wist te loodsen in beide voorgeschreven lezingen. Dat kan jij zelfs niet zeggen. Begonnen als een radicaal-liberale provocateur, werd hij tot een wijs, bezonnen en flexibel opererende man van het midden. Liberale historici zijn hem conservatief gaan noemen. Van Merom Stuit heeft dat zelfs zijn biograaf Huizinga gedaan. Toch moet men het echt allereerst liberaal noemen. Zij het dan ook van de wat meer pragmatische soort. De parlementaire geschiedenis bestaat, en gelukkig maar, niet alleen uit helden. Ze bestaat daarnaast uit volgers, backbenchers en eigen gereide eenlingen die voor de stroom van de geschiedenis minstens even belangrijk zijn geweest als de hier kort besproken helden. Voor de liefhebber blijken ze na verloop van tijd ook minstens zo boeiend als de grote helden van het verhaal. Want, zo hopen Jan en ik in ons beide boek te hebben duidelijk gemaakt, de geschiedenis handelt niet buiten haar actoren om. Het zijn mensen die de structuren vormgeven en die geschiedenis beschermen. En het zijn die mensen, waartoe wij beide trouwens de eer hebben gehad te mogen verhoren, die ons hebben bezig gehouden en geboeid. Dank je. Dames en heren, Job heeft gevraagd of ik een korte reactie zou willen geven op deze samenvatting van hem en op het boek. Het boek bestaat uit 786 pagina's. Je moet er dus even voor gaan zitten. Hoewel het goed geschreven is, is het geen gemakkelijke kost. Dat komt naar mijn mening doordat de auteurs gekozen hebben voor een verstrengeling van de politieke geschiedenis en de ontwikkeling van de Nederlandse grondwet. Die twee elementen staan centraal in het dikke boek. Gelukkig heeft Joop een samenvatting gemaakt. Die heeft hij zojuist uitgesproken. Parlementaire geschiedenis 1796-1946 van oude en nieuwe helden. Joop voegt aan enkele bekende namen uit de parlementaire geschiedenis nieuwe namen toe. Bij zijn afscheid in Maastricht heeft hij al een pleidooi gehouden voor de naam van Pieter Paulus. Hij heeft dat hier weer herhaald. In zijn Liber Amicoricum heb ik al uiteengezet welke strijd wij hebben gevoerd om de naam van het Montesquieu Instituut, want Joop wilde dat liever het Pieter Paulus Instituut noemen. Ik ben lid van het bestuur en ik keek hem ongelovig aan. Pieter Paulus, nooit van gehoord. Piet Paulusma, van de geografie, die kennen wij wel. Maar omdat wij dat instituut vooral internationaal in de markt wilden zetten, hebben we toch gekozen voor Montesquieu. Aan Pieter Paulus worden enkele namen toegevoegd. Gogel, Bossen, Pierson, Van der Bos, Okkersen, Curtius en Heemskerk. Het lijstje nieuwe namen zegt onmiddellijk iets over het vak van de geschiedschrijving. Het gaat in dit boek vooral over de persoon, minder om de sociaal-economische onderstroom. Kun je objectief vaststellen wie een oude
en een nieuwe held is. Heeft dat misschien te maken met de persoonlijke voorkeuren van de schrijvers? Of wordt de geschiedschrijving voor een groot deel toch bepaald door de tijdgeest? Zien wij nu weer andere dingen dan bijvoorbeeld de grote liberaal en parlementaire historicus meester P.J. Oud? Met het noemen van de naam Oud maak ik de overgang van de samenvatting van Joop naar het geschreven boek van Joop en Jan. Ik zal eerst opmerken dat er prachtige hoofdstukken in staan. Ik heb bijvoorbeeld genoten van het hoofdstuk over de invloed van keizer Napoleon en zijn broer Lodewijk Napoleon. En er zitten prachtige hoofdstukken in over Willem I en koning Willem II. Maar kunnen we iets achterhalen over de bedoelingen van de schrijvers van het boek? Voor de fijnproevers is de inleiding tot het boek van groot belang. De assumpties van de auteurs vallen uit die inleiding te destilleren. De eerste constatering, de eerste assumptie. 1848 en 1917 worden in het algemeen neergezet volgens de auteurs als beslissende momenten in de staatkundige ontwikkeling van Nederland. De auteurs lijken dit beeld te willen nuanceren. Het is gewoonte geworden om de parlementaire democratie op dat punt te laten beginnen. Joop en Jan beginnen echter 50 jaar eerder en geven met eerdere grondwetten op wat daarvoor doorging aan dat het allemaal eerder is begonnen. Het werk van de historicus en liberaal meester P.J. Oud wordt genoemd. Die heeft natuurlijk prachtige boeken geschreven. Het jongste verleden. En nog bekender is het boek 100 jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland. 1840-1940. Met de eerste 150 jaar kan Van den Berg en Vis dat 50 jaar voorzitten. Het kiezen van het begin of het eind van een periode is meestal arbitrair. Maar door de verstrengeling tussen de politieke en constitutionele geschiedenis maken de auteurs duidelijk dat er al eerder democratische en rechtsstatelijke ontwikkelingen plaatsvonden. Bij Oud gaat het om 1840 en 1848. De auteurs zetten zich hier, hoewel diplomatiek geformuleerd, enigszins tegen af. En er staat een prachtige zin in. Het zou jammer zijn om bij dat te late begin te beginnen. De auteurs geven ook aan dat ze nieuwe inzichten uit de wetenschap van de geschiedenis, er verschijnt heel veel, dat hoef ik u niet te vertellen, nieuwe inzichten uit de parlementaire geschiedenis aan het boek toevoegen, aan het bestaan. Het venijn zit hem eigenlijk in die inleiding in de staart, volgens mij. De auteurs zijn een mening toegedaan, het boek 100 jaren van Oud, dat geschreven is tijdens de oorlog en verschenen is in 1947, en dat later door de historicus Bosman is bewerkt, een betrekkelijk 19e eeuws beeld van de parlementaire ontwikkeling laat zien. Het boek, zo geven de auteurs aan, geeft nogal een Thorbeckiaans beeld van de geschiedenis. Joop heeft dat zo net nog een keer herhaald. Thorbecke is zeker een oude held van hem. Maar de rij wordt uitgebreid met nieuwe, oude helden om tot een evenwichtiger geschiedschrijving te komen. Joop gaf aan dat Thorbecke in zijn visie misschien wel iets te hoog gestegen is op de ladder van de roem. Het was misschien wel een goed hoogleraar, maar geen geweldig politicus. Dat komt vaker voor. Maar ik weet niet zeker of de namen van de nieuwe oude helden van Joop Thorbecke van de eerste plaats zullen verdrijven. Dat komt mede, zoals zij zelf zeggen, omdat 1848 volgens mij een beslissend moment was. Maatschappelijke problemen, oplossingen en politiek komen op dergelijke momenten bij elkaar. De politicus die dan zijn slag weet te slaan, zet naar mijn mening een stempel op de geschiedenis. Professor Van den Berg en professor Vis hebben een lijvig en mooi boek geschreven. Een boek dat mij weer eens leert dat het niet de eerste keer is dat wij te maken hebben met instabiliteit in de Nederlandse politiek. Het boek geeft een prachtig inzicht in de afwisseling van continuïteit en discontinuïteit in de Nederlandse politiek.
Perioden van stabiliteit en instabiliteit wisselen elkaar af. Dat laat het verhaal over de verstrengeling van de parlementaire en constitutionele geschiedenis prachtig zien. Dat was mijn commentaar, Joop. We gaan verder met het programma. Er zijn 3 columnisten uitgenodigd die hun column zullen uitspreken. In de eerste plaats Joris Odderts. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en schreef een boek over ons eerste parlement getiteld Pioniers in schaduwbeeld. En hij promoveerde op dit onderwerp. De tweede columnist is Erie Tanja. Het is auteur van het boek Goede Politiek. Dit boek gaat over de parlementaire cultuur in de periode 1866-1940. Bovendien, zo las ik in een interview met haar, moeten volgens haar de nieuwkomers in de Kamer enige tijd hun mond houden. Derde columnist is Carla Hoeting. Zij is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Nijmegen en schreef een boek over taalgebruik in de Tweede Kamer. En werkt nu aan een publicatie over de betekenis van regels, gebruik en rituelen in de Kamer na 1945. Voor het eerst is nu het woord aan Joris Odderts. Dames en heren, 2 weken geleden was ik bij een bezichtiging van het Rijksmuseum getuige van een bijzonder moment dat ik graag aan de hand van deze foto even met u wil delen. We zien hier een zaal die in de nieuwe permanente opstelling is gewijd aan de 18e eeuw. De eeuw dus van verlichting en van revoluties. U ziet hier 2 objecten die met elkaar verband houden. Een portret van de Brabantse arts Leonardus van der Voort, afgebeeld als lid van de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek. En daarvoor, in de glazen vitrine, een lint met daarop geborduurd het woord representant, oftewel volksvertegenwoordiger. Je ziet hier het lint in wat meer detail. Alle leden van de genoemde Nationale Vergadering werden geacht dit lint tijdens de zittingen van de vergadering te dragen, om zo tot uitdrukking te brengen welke bijzondere last hun via democratische verkiezingen door het Nederlandse volk was opgedragen. Op het schilderij, hier wat lastig te zien, maar straks wat beter, is hetzelfde lint afgebeeld om de schouders van volksvertegenwoordiger Van der Voort. Bij deze opstelling ziet u een trotse nazaat, de heer Frans Jozef Roepen van der Voort, die dit portret langdurig aan het Rijksmuseum in bruikleen heeft gegeven. En hier voor het eerst sinds lange tijd met zijn verre voorouder wordt verenigd. Deze foto, dames en heren, staat voor mij symbool voor de kentering die zich aan het voltrekken is in de vaderlandse parlementaire geschiedenis. Het is veelbetekenend dat het Rijksmuseum, dat toch kan putten uit een meer dan indrukwekkende eigen collectie, ervoor gekozen heeft juist dit tot voor kort onbekende en recentelijk uit familiebezit opgedoken portret tentoon te stellen. De herontdekking van het portret van Van der Voort loopt parallel met de herontdekking van het eerste parlement van Nederland. Want dat was de Nationale Vergadering waarvan Van der Voort in 1796 lid werd. Deze herontdekking is het werk van verschillende historici, maar zij wordt nu pas echt gekanoniseerd door de inpassing in het grotere verhaal van de parlementaire geschiedenis, zoals dat door Joop van den Berg en Jan Vis op indrukwekkende wijze is verteld. Het is Van den Berg geweest die de hoofdstukken over de eerste 50 jaar na 1796 voor zijn rekening heeft genomen, en die misschien ook het sterkst als zijn missie heeft beschouwd en gevoeld om juist deze jaren onder de aandacht van de lezer te brengen. We zagen dit recentelijk nog tijdens zijn afscheidscollege aan de Universiteit van Maastricht. Het is al gezegd, maar ik vind het niet erg om nog eens te zeggen, waarin hij voorstelde de oude zaal van de Tweede Kamer te vernoemen naar onze eerste parlementsvoorzitter Pieter Paulus, ook uit 1796. We hoorden het hem zojuist zeggen en we proeven het ook heel duidelijk
in een inleiding van het boek dat vandaag gepresenteerd wordt. Ik citeer daaruit: in dit boek zullen we duidelijk proberen te maken dat de geschiedenis van de eerste democratie en wat erop volgde intrinsiek behoort tot de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse staat en zijn parlementaire instellingen. Sterker nog, het verhaal van de 19e eeuwse geschiedenis van constitutie en parlement is zonder de eerste experimenten en wat erop volgde niet goed verklaarbaar. Einde citaat. Ik kan het hier uiteraard alleen maar mee eens zijn en ik was dan ook zeer benieuwd welke plaats in het boek zou zijn ingeruimd voor de verschillende parlementen die ons land tot de grondwet van 1848 heeft gekend. Na de eerste ruim 200 pagina's, met heel veel genoeg te hebben gelezen, is mij gebleken dat de keuzes die hierbij door de auteurs zijn gemaakt al enigszins besloten liggen in het onderscheid dat Van der Werg in het zojuist aangehaalde tot tweemaal toe maakt tussen enerzijds de eerste democratie van Nederland en anderzijds wat erop volgde. In de jaren 1796 tot 1801 lag het primaat van de macht bij het parlement en kreeg de executieve nauwelijks ruimte om tot ontplooiing te komen. Het parlement stond in het middelpunt van de publieke belangstelling. De gedrukte en ongecensureerde handelingen van zijn zittingen werden gretig door tijdgenoten gelezen en bieden ook nu nog gedetailleerd inzicht in de parlementaire omgang met belangrijke constitutionele vraagstukken, maar niet minder in de vaak uitbundige debatten en zelfs in diverse staatsgrepen. Van den Berg heeft van dit alles dankbaar gebruik gemaakt en schetst een zeer levendig beeld voor onze parlementaire pioniersjaren. Met de grondwetswijziging van 1801 keerde echter de tij en raakte de wetgevende vergadering steeds verder gemarginaliseerd, om tijdens de Napoleontische inlijving geheel te verdwijnen en uiteindelijk pas in 1815 weer voorzichtig tot het bestel te worden toegelaten. Tussen 1801 en 1848 heeft de historicus te maken met een serieus bronnenprobleem, aangezien er voor deze periode van de zittingen geen handelingen bestaan. In de invulling van wat erop volgde, blijkt Van den Berg hiermee op uiterst pragmatische wijze te zijn omgesprongen. De marginale positie van het parlement in die jaren heeft zich vertaald in een al even marginale positie in het boek. In de hoofdstukken die gaan over de tijdvakken Schimmelpenninck, Lodewijk Napoleon en Willem I behoren de hoofdrolspelers in het verhaal niet tot de wetgevende, maar tot de uitvoerende macht. Het gaat dan om rasbestuurders als Alexander Gogel, Cornelis van Manen en Johannes van der Palm. Daarnaast krijgen we een scherpe analyse voorgeschoteld van de belangrijke kenmerken van steeds weer nieuwe of herziene grondwetten die steeds iets verder worden gedeparlementariseerd, om met Van den Berg te spreken. Heel af en toe komt het parlement zelf een keer op de hoek kijken om aan een wet zijn goedkeuring te geven, tot het in de jaren 1840 voor het eerst weer zijn tanden laat zien. Dames en heren, mij was gevraagd in 8 minuten een beeld te geven van het parlement in een tijdvak waarvan ik geacht word iets te weten, een grosso modo van 1795 tot 1848, en de wereld daaromheen. Zoals u merkt kan ik het daarbij niet laten vooral ook iets te zeggen over het deel van het boek dat ik vooraf ter inzage heb gekregen. De grootste verdienste van de eerste 200 pagina's van de eerste 150 jaar is volgens mij dat Van den Berg heel scherp laat zien waar het in de jaren tot 1848 en misschien zelfs nog wel een beetje daarna steeds om draait. Het is lastig te zien, maar waar het namelijk om gaat is de constitutionele verhouding tussen enerzijds de wetgevende en anderzijds de uitvoerende macht. Vanaf de eerste grondwet van 1798, we zouden hier in handen van de Voort moeten zien een heel vroeg ontwerp van die staatsregeling zoals die heette, volgen we in het boek de constitutionele ontwikkeling van deze verhouding stap voor stap in de revolutionaire jaren waarin het parlement oppermachtig was, maar begrijpelijkerwijs ook in wat erop volgde, de jaren waarin het parlement weinig te zeggen had. Het is absoluut te hopen dat studenten staatsrecht en politieke geschiedenis voortaan aan de hand van Van den Berg en Vis kennis zullen nemen van deze lange ontwikkelingslijnen van de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Ik voor mij zal mij hiervoor in elk geval hard gaan maken.
Dank u wel. Dank u wel, Joris. Dan is het nu tijd voor de tweede column van Eri Tanja. Beste dames en heren, aan mij de eer u allen een kort bestek mee te nemen naar de tijd tussen 1848 en 1901. De hoogtijdagen van de Tweede Kamer als instituut, althans vanuit mijn perspectief als parlementaire historica. De Eerste Kamer komt er in mijn verhaal, net als in zoveel geschiedenissen over het parlement, bekaart van af. Het steken van de ambivalente, maar niet per se onbelangrijke positie die de Eerste Kamer eigenlijk sinds 1848 heeft gehad. Het is de vraag of de recente politieke aandacht voor de Senaat dienstbelang bevestigt of juist omgraaft. Maar met de tijd van het boek te blijven, Thorbecke had, zoals bekend, al zijn twijfels bij het instituut. 1848 is het jaar waarin Thorbecke en Novocutius de Kamer in positie brachten tegenover de koning en kiezer. Ze hadden in dat jaar met succes de monarchale ketenen van het reactionaire bestuur na 1813 afgeworpen. Invoering van directe verkiezingen van de Tweede Kamer impliceerde in theorie wel dat het parlement zich te verantwoorden had tegenover het electoraat. De praktijk was vooralsnog heel anders. Bovendien, groot in aantal, mondig en geïnformeerd, zoals tegenwoordig het geval is, waren de kiezers niet. Aan de Tweede Kamer, na 1848, de prachtige taak om de verdere uitwerking van het staatsbestel op zich te nemen en tevens de belangrijkste regels van het politieke spel te bespreken. In 1848 waren Kamerleden ongebonden in meerdere opzichten. Ongebonden aan een kabinet of regeerakkoorden, niet onderworpen aan fractiediscipline of andere vormen van strakke partijenorganisatie en zeker niet gebonden aan de kiezer. Dit vergroot hun handelingsvrijheid. Het moet een heerlijk rustig politiek bestaan zijn geweest, gelet op alle verantwoordelijkheden, uitdagingen en verplichtingen die een hedendaags Kamerlid heeft. Er was veel ruimte voor het houden van mooie politieke debatten over grootstadkundige vraagstukken en daarnaast nog vrije tijd voor eventuele andere maatschappelijke carrières, zoals een advocatuur, de journalistiek of de wetenschap. Politiek nog echt als roeping, niet als beroep, zij voor de happy few. De bezoldiging was er ook naar. En als vrouw had ik in al dit geheel geen part nog deel mogen hebben, maar dat mag de pret niet drukken. De Tweede Kamer in de decennia na 1848 was een parlement dat, met een houdelijke overtuiging en wellicht zelfs met recht in zichzelf gekeerd was. 1848-1901 is daarom wellicht niet het eer van onze parlementaire helden. Joop verwees er net al naar. Ik noem er nog een aantal. Thorbecke, Groen van Prinsteren, Kapijn van de Capelle, Samuel van Houten, maar inderdaad natuurlijk ook Sagnin, Lohman, Schaapman en rond de eeuwwisseling ook Troelstra. In de periode na 1901 herinneren we ons althans de jaren voor 1940 vooral de kabinetsleiders, Cort van der Linden en Colijn. Hoe anders is de Tweede Kamer in 1901 dan in 1848? Want zowel niet alleen het politieke, maar ook het maatschappelijke krachtenveld veranderde sterk in de tweede helft van de 19e eeuw. De grondwet had immers niet alleen het parlement in stelling gebracht, maar ook de burger geempowered, zoals we dat tegenwoordig in goed Nederlands plegen te zeggen. Zowel het direct kiesrecht voor de Tweede Kamer als het recht van vereniging en vergadering gaf de burger, om wie het al die tijd eigenlijk al draaide en die het eind 18e eeuw al bewezen had heel goed te kunnen, de mogelijkheid om zich maatschappelijk en politiek te doen gelden. De weliswaar een internationaal verband van late industrialisatie en de daarbij horende vergroting van de welvaart, net als de groeiende mobiliteit, de ontwikkeling van spoorwegen en de aanleg van kanalen, dat kunnen we teruglezen in het boek, maakte maatschappelijke emancipatie van diverse bevolkingsgroepen mogelijk. Als gevolg daarvan ontstond er ook een roep om politieke emancipatie. In deze kentering, waarin het volk behalve de maatschappij ook in de politiek zijn plek opeiste, was er een duidelijk temposchil tussen ontwikkelingen buiten en binnen de Kamer. Diverse maatschappelijke belangen organiseerden zich, de een wat sneller en wat strakker dan de ander. En ook in de Kamer nam de betekenis van belangenvertegenwoordiging toe, zij het stapje voor stapje. En hetzelfde gold ook voor de samenwerking tussen Kamerleden. Want instituties bleken zich nu eenmaal wat langzamer aan te passen dan de maatschappelijke trends gaan. Typerend in deze ontwikkeling is juist dat mannen zoals Kuiper en Domela Nieuwenhuis, die zich in de Kamer niet thuis voelden, buiten de Kamer een belangrijke rol speelden. Zij gaven het volk achter de kiezers een stem. En dat was, als eis van de tijd, ook hard nodig. Alle mooie liberalen worden ten spijt over vertegenwoordiging van het algemeen belang. En Kamerleden die door hun sociale positie en opleiding wel zouden weten wat goed voor het volk was, stond de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk politiek buitenspel. De kritiek op de geslotenheid van het bestel groeide, met daarbij de vraag naar meer democratie. Die maatschappelijke emancipatie en de bijbehorende politieke gevolgen
of ontwikkelingen hadden belangrijke gevolgen voor de Tweede Kamer. Terwijl de Kamer in 1848 haar plek in het politieke bestel bevestigd vond tegenover de vorst en zijn ministers, als gevolg van de nieuwe grondwet, maar vooral ook door het ontstaan van de vertrouwensregel, althans in de decennia daarna, begon zij met veel vertrouwen, maar met weinig daadkracht, de grote vraagstukken van die tijd op zich te nemen. Het kiesrecht, het onderwijs en de sociale kwestie. Maar tegelijkertijd veranderde die Kamer sterk van karakter. De ongebondenheid die Kamerleden in 1848 hadden, was in 1901 steeds meer gebondenheid geworden. Gebondenheid aan de kiezer, gebondenheid aan medekamerleden en partijgenoten en aan de regering. Dit alles binnen de constitutionele kaders wel te verstaan, die een stuk rekbaarder waren gebleken dan Thorbecke ze bedoeld had. Hoe werd dit alles nu zichtbaar in de Tweede Kamer? Ten eerste, de draai naar de kiezer uitte zich onder andere in het spreken van Kamerleden voor de tribune, in andere talen letterlijk vertaald wel uit het raam spreken genoemd. En aanvankelijk waren het vooral de antirevolutionairen en de socialisten die hier gebruik van maakten. 2. Er kwam tevens meer samenwerking tussen Kamerleden, een bovendien die ter partijachtergrond in Kamerclubs organiseerde. Partijen bleven achter, zeker voor veel conservatieve liberalen, maar ook voor anderen, nog lange tijd een nare reuk houden. Pas met een toenemende noodzaak tot taakverdeling tussen Kamerleden en met de groeiende politieke polarisatie, de opkomst van meer partijdemocratie, kwam er meer fractiediscipline. In 1888, dus aan het einde van de periode die ik hier bespreek, stemde de Kamer nog in meerderheid tegen een overigens door partijpolitieke overwegingen ingegeven voorstel, waarin partijen een belangrijke rol zouden krijgen in het benoemen van Kamerleden in het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstellen. Ten derde, de regering. Pas na 1901 eigenlijk werd tenslotte een duidelijke verbinding zichtbaar tussen de Kamer en de regering, vooral als de confessionelen aan de macht waren. Kuiper gaf vanaf 1901 strak leiding aan het eerste gedoogkabinet, zoals je het zou kunnen noemen, dat het zonder de parlementaire steun van Alexander de Savigny Lohman een stuk lastiger zou hebben gehad. Een belangrijk deel van de politieke vraagstukken die eind 19e eeuw bestonden, inspraak van burgers en het vormgeven van de verzorgingsstaat, zijn onverminderd actueel. Net als toen is er kritiek op het functioneren van de representatieve democratie. Destijds keerde de burger zich onder leiden van mannen als Kuiper en Troelstra naar de parlementaire politiek toe, niet van haar af. Dat is nu, misschien niet verbazingwekkend, precies andersom. Niet alleen vanuit populistische hoek, maar ook breder zijn kritische geluiden te horen over de gebrekkige responsiviteit en onderzichtigheid van politiek en bestuur. De oplossing lijkt echter in een andere hoek te liggen dan destijds. De formele inspraak is althans inmiddels geborgd en over bestuurlijke vernieuwingen lijkt de politiek het niet eens te worden. Is het alternatief van burgerparticipatie dan hetgeen wat de verantwoordelijkheid van het politiek bestuur kan opvangen? Of hebben we, in een land dat steeds meer naar sterke leiders neigt, een nieuwe Thorbecke nodig? Of misschien de lijf van het boek een nieuwe Donker Curtius voor een nieuwe grondwet? Of een Kuiper die de politieke partij niet meer kan inblazen? Het zijn allemaal vragen die buiten het bestek van het boek vallen, dus ik eindig ook met de korte schets die ik heb kunnen geven en die ik met deze vragen moet beëindigen. Indien de geschiedenis en politiek niet boeiend zou vinden, zou u hier vandaag niet zijn geweest. Als afsluiting kan ik u alleen maar aanraden het boek van Joop van den Berg en Jan Vis te lezen en te genieten van hoe mooi politiek en geschiedenis kan zijn. Felicitaties voor het mooie resultaat. Dankjewel, Erie. De derde column wordt uitgesproken door Carla Hoetin. Geachte aanwezigen, misschien moet ik beginnen te bekennen dat ik van ons drieën het meest out of my league spreek. Van den Berg heeft ons gevraagd ieder een periode van de parlementaire geschiedenis te kenschetsen waar wij geacht worden in thuis te zijn. En uiteraard heeft Joop gelijk, een beetje historicus kent geen beperkingen. 786 pagina's over de eerste 150 jaar zijn daarvan ook geen licht bewijs. Maar toch, Joris Onnes en Erik Tanja kunnen teruggrijpen op een grondig dissertatieonderzoek naar de zojuist door hen besproken periode. Ik daarentegen kan slechts met eigen onderzoek bogen op enig spitwerk in de naoorlogsgeschiedenis van de Tweede Kamer. En nu moet ik u een beeld schetsen van het parlement in de eerste helft van de 20e eeuw. Ik mag u dus helaas niets vertellen over die ogenschijnlijk brave jaren 50 of vermaken met anekdotes over die schijnbaar wilde jaren 60, zoals Vis en Van den Berg die zelf intens medeleefd hebben en geobserveerd hebben. Het is niet anders, ik sta hier met een opdracht. Wel nu,
Als de mij toebedeelde periode van 1900 tot 1940 in één zin te vatten is, dan moet het accent komen te liggen op de ongemakkelijke gewenning aan de moderne parlementaire democratie. Rond de eeuwwisseling, dus ruim voor er overeenstemming was bereikt over het algemeen kiesrecht, tekenden zich de contouren af van het bestel zoals wij dat vandaag de dag kennen. Partijpolitieke verdeeldheid en politieke betrokkenheid van steeds meer lagen in de bevolking gingen het binnenlandse leven dicteren. In dit proces kwamen nieuwe vormen van politiek bedrijven op, zowel in verkiezingscampagnes, in de formatie als in het parlement. De door Abraham Kuyper ingezette polarisatie tussen de confessionele en niet-confessionele behoort tot de belangrijkste voortekenen van deze veranderende parlementaire cultuur. Ook toen Kuyper in 1901 premier werd, behield hij de neiging om eerst partijman te zijn en daarna pas minister-president. Kuyper liep voorop en ook enigszins voor in de transformatie die met de aanpassing van het kiesstelsel in 1917 zijn grondwettelijk beslag zou krijgen. De liberale stadspolitiek van de 19e eeuw maakte definitief plaats voor democratisch gelegitimeerde partijpolitiek. Het algemeen kiesrecht maakte de volksvertegenwoordiging evident representatiever, maar daarmee ook veel relevanter. De evenredige vertegenwoordiging garandeerde een parlement dat meer dan voorheen uitdrukking kon geven aan de verschillende overtuigingen die onder de bevolking leefden. Maar nu de toegangsbewijzen tot het optreden in de balzaal, in de voormalige balzaal, voor het oprapen lagen, raakte van het feestje binnen de glans en exclusiviteit wel een beetje af. Vooral bij de oude, overwegend liberale elite zorgde de grotere burgerparticipatie voor een statusdaling van de politiek. Zij, die elite, gaf steeds meer af op het parlement, als was het nog slechts een praatcollege, waar kleinkeestige gelieden elkaar vliegen afvingen en niets belangrijks tot stand brachten. Van den Berg en Vis citeren de liberale minister W.H. de Beaufort, die het merendeel van de nieuwe klasse van volksvertegenwoordigers als zeer onbeduidend beschouwen. Ik zou zeer nieuwsgierig zijn naar hoe die het vandaag de dag zou kwalificeren. De auteurs kwalificeren dit terecht als teleurgesteld gemopper. Maar geen onbegrijpelijk gemopper. Liberalen zagen niet alleen hun machtspositie drastisch afnemen ten gunste van de confessionele en sociaaldemocraten, ze voelden zich ook wat stijl en vorm betreft wanhopig van het politieke systeem vervreemd. Een groeiend aantal ordeverstoringen in de Kamer in deze jaren toonde dat de ruimere aanspraak op het vrije woord begon te schuren met idealen van parlementaire waardigheid en doelmatigheid. Aan het begin van de eeuw lag dit vooral aan de onstuimige emotionele retoriek van de zich emanciperende kleine luiden en arbeiders. Na 1918 vormden linkse revolutionairen jarenlang de grootste bedreiging voor het parlementaire cultuurlandschap. In 1937 volgden de Nationaal Socialisten. Het was de tijd dat de socialist Schaper met herhaaldelijk verzoek om hoofdelijke stemmingen obstructie ontdekte als wapen voor de minderheid. Het was de tijd dat de communiste Visser, wegens ontoelaatbaar taalgebruik, tweemaal buiten de deur van de vergaderzaal werd gezet. Het was de tijd dat Ros van Tonningen tussen de groene bankjes een vechtpartij ontketende. Allemaal uitzonderlijke incidenten die niettemin als een symptoom kunnen worden gezien van de ongemakkelijke acceptatie van de toegenomen democratisering. In het verlengde van dit beeld van een onstuimig parlement rijst vaak het beeld van een onmachtige parlement. De Kamer mocht al meer een afspiegeling vormen van de uiteenlopende opvattingen die onder de bevolking leefden. Besluitvaardiger was ze er bepaald niet op geworden. In 1918 hopten niet minder dan 10 splinterpartijtjes over de kiesdrempel de Tweede Kamer binnen, met de nodige gevolgen voor haar effectiviteit. Tegelijkertijd had de zorgvuldig opgebouwde machtsverdeling tussen de zuilen de politieke speelruimte ernstig verkleind. Het parlement was in deze periode niet het eigenlijke strijdtoneel, maar de bühne waar moeizaam bereikte compromissen werden gelegitimeerd. Vooral het feit dat de politieke coalities nog waren geënt op de antithese, terwijl sociaal-economische kwesties, die na 1918 de agenda domineerden, de partijen inhoudelijk langs heel andere scheidslijnen verdeelden, hinderde het zoeken naar oplossingen. De scherpe levensbeschouwelijke tegenstellingen riepen het beeld op van verstarde politiek,
niet in staat om voor of achteruit te gaan zonder aan te lopen tegen de beperkte marges van het verzelde bestel. Laat staan om in crisistijd ingrijpende hervormingen door te voeren. Maar vangen we met deze twee uit de geschiedschrijving vrij bekende schetsen van de periode voor 1940 het complete beeld. Het aardige is dat het boek van Van den Berg en Vis ook verschillende aanknopingspunten biedt voor een veel minder gangbaar beeld, dat van een veel zelfbewuster parlement. Gesterkt door haar nieuw verworven democratische legitimiteit, dwongen de dominante fracties in de Tweede Kamer met meer zekerheid een positie af tegenover de uitvoerende macht. Dit bleek eerst en vooral tijdens het formatieproces. Een vanuit het parlement gevormd kabinet werd steeds sterker de norm. Het liefst zelfs in letterlijke zin, door één of meer vooraanstaande Kamerleden in de ministersploeg op te nemen. In 1922 vestigde zich de conventie dat een kabinet na periodieke verkiezingen niet zonder meer kon doorregeren. De katholieke premier Ruijs de Berenbroek mocht in zijn verkiezingswinst van dat jaar terecht een mandaat lezen voor een tweede termijn. Toch kreeg hij van zijn protestantse partners te verstaan dat hij niet doorkom zonder expliciete betrokkenheid van de nieuwe Tweede Kamer. In 1939 werd deze eis nog eens aangescherpt. Op het moment dat premier Colijn dacht dat hij iedereen zijn wil op kon leggen en het kabinet van politieke buitenstaanders presenteerde, werd hij door een ruime parlementaire meerderheid direct weer naar huis gestuurd. Een kabinet dat niet steunde op de representatieve volkswil kon niet functioneren. Ook bij het nemen van crisismaatregelen in de jaren 30 toen de Tweede Kamer zeggenschap en parlementaire controle af. Een aantal keren nam ze de voortouw in steunbeleid. En toont dit boek voor de gehele periode ook niet op talloze plaatsen hoe een zogenaamd babbelziek parlement eigenlijk juist op een keur aan zwakke ministers tegenover zich vond? Ook wijs ik graag op het aanpassingsvermogen van de Tweede Kamer om het hoofd te bieden aan de revolutionaire krachten van de jaren 20 en 30. Onstuimige nieuwkomers werden omarmd en de parlementaire weggewezen. Antiparlementaire werden behulp met aanvullende ordemaatregelen en groepsdruk ingedampt. Het parlement was volkser geworden, maar het volk zou ook leren wat parlementair inhield. Een terugkeer in de standspolitiek was ondertussen ondenkbaar. Al was het met slag en stoot, partijpolitiek, evenredige vertegenwoordiging en een betrokken burger waren in 40 jaar tijd de gewone politiek geworden. Laat ik eindigen met de dankzegging dat wij deze presentatie mochten opluisteren. Wil Van den Berg er voorzichtig mee zeggen dat hij een stokje aan het doorgeven is? Dan in elk geval niet zonder samen met Jan Vis een omvangrijk en indrukwekkende erfenis achter te laten. Voor ons en onze collega historici kunnen we dat alleen maar deemoedig aanvaarden. Dank u wel. Dank jullie wel, columnisten. Joris, Kiri en Marla. Ik denk inderdaad dat Joop is een heel goede scouter van talent. Dus hij weet wel mensen te vinden om het werk voor te zetten wat er moet gebeuren op het gebied van de politieke en parlementaire geschiedenis. Ik ben er ook zeer optimistisch over. Niet omdat er allemaal subsidies naartoe gaan, maar omdat er enorme krachten in jonge mensen zitten op dit moment om weer die politieke geschiedenis en parlementaire geschiedenis om daarover te schrijven. Ja, ik zal nu ook een bruggetje kunnen maken naar de volgende columnist. In NRC Handelsblad schrijft hij een column. Wordt dan afgewisseld met Jan Marijnissen van de Socialistische Partij. En ik vind het een bijzondere eer dat ik de heer Hans Wiegel kan aankondigen. Ik las een paar dagen geleden in de Telegraaf een interview met hem. En de journalist was langs geweest in het appartement van de heer Wiegel. En die was erg verbaasd, stond er in de eerste linie al een enorme hoeveelheid boeken over politiek en politieke geschiedenis die daar stonden. U kijkt nu heel verbaasd, dus ik weet niet of de journalist het goed heeft opgeschreven of het zelf heeft verzonnen. Dat weet ik niet. Maar ik las dat wel in die eerste linie. En ik ga er ook wel van uit dat het zo is. Want als je zo lang in het Nederlands politiek functioneert en ook in het Nederlands bestuur, dan kan dat bijna niet zonder gedegen kennis van die geschiedenis. Ik ben geboren in 60. Mijn politieke socialisatie heb ik meegemaakt. Ik denk vanaf 75. Dat is de
beroemde periode waar veel mensen naar verwijzen, die iets ouder zijn, laat ik het zo zeggen. Kabinet Den Uyl, toen was ook de heer Biegel actief. Ja, toen heb ik altijd met verwondering, verbazing en bewondering naar hem gekeken. Hij had ook een mooi taalgebruik. Ik dacht dat macabere schoonheid van hem is. Dat herhaal ik ook altijd, want dan denken mensen, goh, dat heeft hij een mooi taalgebruik. van de heer Wiegel. En hij is natuurlijk al bijzonder lang actief in de Nederlandse politiek. Hij is weer veel in het nieuws. Het boek is ook heel goed gepland natuurlijk door Joop van den Berg. Bijna 200 jaar geleden dat de Oranjes weer uit Engeland terugkwamen, bij Scheveningen aan land kwamen. Dat wordt herdacht. We hebben nu de abdicatie. Dat heeft de vorige keer de heer Wiegel meegemaakt als minister van Binnenlandse Zaken. Daardoor is hij in veel documentaires weer te zien hoe dat allemaal ging. Ja, en ik wil nog één ding zeggen. Joop, je houdt op in 46. Daar heb je een reden voor gegeven. Maar er staat ook één zin in de inleiding, dat dat eigenlijk nog door iemand anders moet worden afgemaakt. Want ik begrijp dat misschien heeft het er ook mee te maken dat je anders een oordeel over de heer Wiegel had moeten velden. En dan weet ik niet of je hem mag kunnen uitnodigen of dat je, omdat je hem nu uitnodigt, er wel een positief beeld over de heer Wiegel in dat deel zou kunnen komen. Dat weet ik niet. Meneer Wiegel. Dank u vriendelijk. U noemde zo pas het dagblad De Telegraaf. Deed me denken aan een opgewekte vergadering van de VVD in Amsterdam. Ik was toen een jaar of 20 en ik wil niet zeggen dat ik daar studeerde, maar ik was daar student. Toen stond iemand op in de zaal en die zei, ja, dit en dat heb ik in De Telegraaf gelezen. En oud was daar de grote spreker. En oud zei terug, andere krant nemen. Daarmee was het punt weg. Overigens had die Telegraaf, waar je die nu citeert, wel gelijk. Er staat een boekenkast in mijn huis in Amsterdam. En vol met boeken inderdaad ook. Maar ik wou eerst zeggen dat ik met heel veel plezier heb geluisterd naar drie voordrachten van deze jonge liefhebbers van de parlementaire geschiedenis. Ik hou zelf ook ongelooflijk veel van die parlementaire geschiedenis. Ik heb inderdaad zo'n verzameling, nu ben ik 100 jaar van oud. En met dat zesledige jongste verleden. Wie heeft in zijn bezit of in zijn boekenkast, zou ik willen vragen, zeg maar, de voorstudie voor dat jongste verleden. Vierdelig boeken. Om de democratie geheten, geschreven door oud in die tijd. Ik heb het inderdaad voor 4 gulden gekocht op het Vaterlandplein. In Amsterdam. Nou ja, vooral de Rengers is genoemd, de Bruine Jacobsen is genoemd, de Bos Kemper is genoemd. En nu hebben we vandaag dus die eerste 150 jaar parlementaire geschiedenis van Nederland. Het is een standaardwerk, laat ik daar maar meteen mee beginnen. Het is ook een aanwinst voor de verzameling van een fijnproever. Het is ook uniek, want die periode 1796 tot 1840 wordt beschreven. Dat is nog niet eerder zo gebeurd. Het is ook uniek dat na dit boek, ik heb gelezen in het losbladige uit, voor ik die kreeg, dat er een tweede deel zou komen. U zei het zo pas, over de parlementaire geschiedenis van 1946 tot nu. Dat is op zichzelf een mooie gedachte. Maar het lijkt me ook heel moeilijk, omdat dan geschreven en geoordeeld moet worden over iets wat nog maar heel dichtbij is. En het historisch perspectief van zo'n deel is dus kort. Maar goed, dat is iets moois. Een uitdaging vriest ervoor voor degene die opgezadeld wordt met het schrijven van dat tweede deel. Hulde aan de schrijvers dus. Aan Joop van den Berg en aan Jan Vis. Ik sprak Niedeke net. Jan heb ik toen leren kennen toen ik jong Kamerlid was. Dat was in de 60e jaren van de vorige eeuw. En kun je nagaan hoe oud wij allemaal zijn. En Jan was toen de journalist, later ook leraar geworden. Ik was de Eerste Kamer, Staatsraad. En Dienek en hij hadden een boerderijtje aan de Stroobosser Trekvaart. Ergens achter Dokkum.
En ik had een boerderijtje bij E, dat was iets meer noordoostelijk van Dokkum. En ik kwam ook wel eens langs. Dan praten we over van alles en nog wat. En Dieneke vertelt mij zo pas ook dat ze ook een keer een bijeenkomst heeft meegemaakt om diverse politieke problemen. Er was toen Hans van Mierlo bij, er was Ed van Tijn bij, was Willem Hendrik de Beaufort ook aanwezig. Daar hebben we toen een plan gemaakt, Jan Vis was ook lid van die club, om de Tweede Kamer beter te laten functioneren. Onder andere zat daar het voorstel in, parafraseer u een beetje, dat de voorzitter, dus al die knoppen, die zo'n voorzitter nu heeft, had die ook een knop, een rode knop. En als er dan twee keer die knop heen en weer ging, en dan had de spreker dus echt te lang gesproken, dan drukte de voorzitter in dat voorstel van ons die knop in, en dan verdween de spreker op dat luid van de beker, als de spreker stoelde naar de kelder van die oude Tweede Kamer. Er zat ook in dat voorstel een ontwerp wetsvoorstel, initiatiefwetsvoorstel, om Prinsjesdag te vervroegen. Hebben we het verdedigd in de Tweede Kamer. Heeft het gehaald in de Tweede Kamer, is vervolgens door de Eerste Kamer glorieus verworpen. Maar het merkwaardige was dat wij toch niet het idee kregen dat omdat de Eerste Kamer nou wat anders deed dan de Tweede Kamer, dat ze zouden moeten afschaffen. En dat is allemaal van de laatste tijd voor dat tweede deel van dat boek waar we het over hebben. Ik vroeg mij natuurlijk af waarom ik hier gevraagd ben om ook een woordje te zeggen. En ik kreeg een brief van de heer Van den Berg die zei: zou jij bereid zijn als laatste minister die een grote grondwetsherziening heeft verdedigd, die van 1983, een verhaal te houden over de schoonheid en last van het werk aan zo'n grondwetsherziening? Nou, hartverwarmend overigens. Schreef de professor ook in zijn brief: ik verwacht geen diepgaande staatsrechtelijke of anderszins geleerde analyse. Dank voor uw kompas. Goed, nu gaan we beginnen. Ik spreek anderhalf uur, dus blijf ik. Toen ik in 1977 aantrad als minister op dat toen machtige en invloedrijke departement van Binnenlandse Zaken, trof ik daar tussen de vele mappen die mijn geachte voorganger, de heer de Geij Fortman senior, daar voor mij had achtergelaten in het torentje. Want in het torentje toen zat de minister van Binnenlandse Zaken ook een enorm pak papieren over de plannen met betrekking tot de grondwetsherziening die in gang werd gezet. En ik heb daar natuurlijk zo eerst omheen gebladerd en daar vervolgens over gesproken, in de eerste plaats natuurlijk met het hoofd van de afdeling grondwetszaken van het departement, dat was meester Gritter. Een man met liefde voor zijn vak, een grote en gedetailleerde kennis van zaken, een hele serieuze ambtenaar, sociaaldemocraat. En ik zag toen ik met hem kennis maakte dat hij dacht, ik kwam daar toen net binnen, zei hij in dat torentje: hoe moet dat gaan? Ik kan me dat ook voorstellen. Die jonge man, oppositieleider tegen dat eerste kabinet Den Uyl, niet echt geliefd in linkse kring, geen jurist, laat staan een staatsrechtgeleerde en ook nog iemand die was is van staatkundige nieuwlichterij. Dus u kunt het, ik vat het een beetje kort samen, maar dat ligt ongetwijfeld in zijn hoofd gespeeld. Hij zei dat natuurlijk niet, was een nette man, maar dat was het natuurlijk zo. En ik moet u wel zeggen dat er aan die grondwetsherziening, die er toen lag in ontwerp, niet helemaal, de stukken daarvan, die moesten worden behandeld natuurlijk door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer, en daarvoor lag er een uitgebreid rapport van de staatscommissie Kalsedonner. Sommigen herinneren zich misschien nog het feit dat die commissie er toen kwam. Die commissie is toen ingesteld rond met name op aandringen van D66, toen in 67 in de Kamer gekomen. Het was een politiek gespreide commissie, dat doen we altijd als we niet precies weten wat we verder moeten doen. En dat zag je ook toen het werk van die commissie verscheen. Nogal wat minderheidsstandpunten bij de meest prangende punten, dus dat maakte het overzichtelijk. Het was een grote wijziging van de grondwet, maar je kon van die springende punten al zien dat daar nauwelijks een meerderheid, zeker geen twee derde meerderheid, voor was te halen in beide kamers. Geen gekozen minister-president, geen verandering van het kiesstelsel,
geen gekozen burgemeester of CDA-kamer. Die meerderheden, wat staan tweede meerderheden, waren er helemaal niet. Ja, en zo is het uiteindelijk ook gegaan. Ik herinner mij nog wel dat ik heel veel moeite heb moeten doen in de discussie met de Tweede Kamer, in dat plenaire debat daar, om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de koningin, om die in de grondwet te houden. Dat is toen net gelukt. En zoals u alle weet, is er een latere poging ondernomen om die benoeming te deconstitutionaliseren. Dat is toen in de Eerste Kamer gestrand in wat later is gaan heten het avondje van Fontaine. Ja, een paar jaar daarvoor was er de nacht geweest, ging over wat anders. En toen heeft de Eerste Kamer zich laten zien als een schamelijke reflex. En dat is toch de eerste taak van al diegenen die de Eerste Kamer tegenwoordig bespreken. Nu terug naar de vraag van Joop van den Berg om iets te zeggen over de schoonheid en de last van het werk aan zo'n grondwetsherziening. Noemde de heer Gritter al. Ik noem ook zijn kundige en enthousiaste staf. Het was werkelijk heerlijk om met die mensen te praten. Ik noem met ere ook de regeringscommissaris van de grondwetsherziening, professor Simons. En samen zaten de heer Simons en ik achter de tafel in die grote oude vergaderzaal. Professor Simons gaf daar vooral een fijnzinnig college over de technisch moeilijke aspecten van de voorstellen. En ik moet u zeggen, ik keek dan zo'n beetje de kamer rond, ik laat die professor maar voor zijn verhaal houden. En dan zag ik werkelijk de kamerleden, ook zelfs de heer Burgens, die zag ik werkelijk helemaal verbluft kijken en was in mijn adoratie voor het betoog van de heer Simons, die ook niet alleen een groot staatssecretaris was, maar ook een vrij leek politiek opererende man. Ik herinner mij ook de gesprekken die we met z'n drieën, het is toch waar, ik denk dat ben ik even mis, maar dat is niet zo. We hadden natuurlijk ook vaak met z'n drieën een gesprek in mijn kamer, de regeringscommissaris tegen Gitter en ik, dat waren echt praktiek gesprekken. Die hadden we eens een keer op een papier moeten zetten, dat was prachtig. Ik genoot ervan. Ik genoot, zou ik ook graag willen zeggen, van de debatten met de Tweede en de Eerste Kamer. Het was altijd, laat ik het zo zeggen, ja, een soort hooggestemde kameraderie. Een tafel met fijnproevers. Diepgravend, stijlvol. En als je nou kijkt naar al die andere dingen waar je als minister van Binnenlandse Zaken mee bezig moest houden. Aanschaffen van wapenstokken voor de politie en alle andere dingen. Dan denk ik met name aan die gesprekken over de verandering van de grondwet toch wel met heel veel plezier. Voorbereidingen, ik zeg dat maar in alle openhartigheid, vereisten natuurlijk hard studeren. Moest ik toch die materie wat in de vingers hebben. En ik werd ook in die debatten, en nu kom ik zo meteen met een onthulling, geholpen door de zorgvuldig voorbereide en heel gedetailleerde antwoorden die de ambtenaren van Binnenlandse Zaken hadden geconcipeerd voor mij. En de vondst was dat ik besloot in mijn eerste termijn ongeveer de helft van de tekst die de heer Gritter mij had overhandigd voor te dragen. En in de pauze kwam hij toen naar mij toe en sprak mij daar aan alsof ik zijn kindje had mishandeld. En toen zei ik stralend tegen hem, ja, maar meneer Gritter, de rest van die tekst is juist prachtig voor mijn tweede termijn. Meneer Gritter keek eerst verbluft en toen blij met, wat een vondst. Zo was ik ook in staat. Weet je, als je die verhalen dan gaat opschrijven, dan komt het meteen weer in je bol terug. En dat is het grappige. Zo was ik ook in staat om op de vraag van de Kamervoorzitter, die dan altijd, als de heer Vondeling onder andere, die dat een soort beetje keek van, nou dat zal het wezen. Aan de Kamer, hoe lang denkt de minister nodig te hebben bij de voorbereiding van zijn tweede termijn? Om dan te antwoorden, meneer de voorzitter, als het u en uw Kamer past, ben ik bereid uw Kamer onmiddellijk te antwoorden. Bluffel, dus was dat. Later toen ik, en ik ben bijna aan het eind, ja, dat is van mijn verhaal. Later, toen ik als minister wegging, zei de heer Gitter, dat herinner ik me zo ongelooflijk goed, tegen mij dat hij in het begin er tegenop had gezien om met mij te werken. Maar dat hij daar nu met grote vreugde en dank op terugkeek. En dat was omgekeerd ook zo. Voor mij was dat werk aan die grondwetsherziening wel zwaar, maar het was geen last. En het mede vormgeven aan die, ja, toch wel belangrijkste wet van het Rijk,
was een vreugde, een eer en ja, voor mij ook iets om trots op te zijn. Ik zeg tegen de hoogleraar van den Berg, ons student tegen professor Vis, u verdient grote waardering voor dit werkelijk prachtige boek dat u samen hebt geschreven. En ik heb het ook heel aardig gevonden dat u mij hebt uitgenodigd om hier vanmiddag ook een klein woord te zeggen. Dank u, vrienden. Hartelijk dank voor deze toespraak. Zometeen wordt het eerste exemplaar van het boek van Joop van den Berg uitgereikt aan het Kamerlid Jan de Wit. Maar voordat dat gebeurt, mevrouw Vis heeft me nog gevraagd of zij iets zou mogen vertellen. Gaat het zo? Ja, Joop, het is een verrassing voor je. We kunnen hier allemaal het portret van Jan bekijken, maar zijn stem kan hier niet klinken. En daarom wil ik maar heel kort een paar woorden zeggen tegen Joop. Want jij en Jan hebben een hele lange geschiedenis samen, in samenwerking met elkaar. Ik weet niet eens meer hoe lang en wanneer het precies begonnen is. Maar 10 jaar geleden, dus ongeveer 10 jaar geleden, had jij een briljant idee. En je zei tegen Jan, wij gaan samen een boek schrijven over de parlementaire geschiedenis van Nederland. Jij was de initiatiefnemer en Jan stemde daar enthousiast mee in. En hij heeft ook met ongelooflijk veel plezier aan dat boek gewerkt. Want het appelleerde precies aan zijn belangstelling voor geschiedenis, staatsrecht, politiek, parlement, veranderende samenleving. En hij kon daar ook in de kring van onze familie heel boeiend over vertellen. Dus we hebben ook allemaal de geboorte meegemaakt. Het betekende wel, want Jan schreef voornamelijk in Frankrijk, daar had hij de rust voor. Het betekende dat we een grotere auto moesten aanschaffen. Een groot gedeelte van zijn bibliotheek vonden we voortdurend tussen Holland en Frankrijk. Ruim 2 jaar geleden is Jan heel plotseling overleden. En op de herdenkingsbijeenkomst daarna, Joop, sprak jij hem toe en je zei, Jan, dit boek komt af, dat beloof ik. En je hebt die belofte gestonden gedaan. En daardoor zijn wij nu hier en in dat prachtige boek. Ik heb er ook al iets in kunnen lezen en ik kan het iedereen aanraden. Maar op dat moment had jij geen simpele opgave. Want je zat zelf midden in het proces van schrijven aan jouw deel van het boek. En Jan had een aantal hoofdstukken nagelaten. Deels in ruwe vorm, deels veel te gedetailleerd. En daar moest dus ontzettend veel weggeschaafd worden. En dat heb jij, Joop, met grote inzet gedaan. En je hebt het project, wat jullie met z'n tweeën begonnen zijn, in je eentje, op een ongelooflijke manier, met grote toewijding afgemaakt. Gelukkig had je Lida naast je, en daar had je veel steun van. Maar daarvoor, voor jouw inzet, voor jouw grote loyaliteit, en voor je warme vriendschap, en je integriteit. Daarvoor wil ik je nu, en dan spreek ik namens Jan, heel, heel hartelijk dank zeggen. Mevrouw Vis, hartelijk dank voor deze prachtige woorden. Joop, het moment is daar.
het boek waar we zoveel over hebben gesproken, het eerste exemplaar. Uitgever Bert Bakker. Kan nu worden aangeboden aan Jan de Wit. Blijf nog even zitten. Ja. Nee, je hebt gewoon de plek. Ja. Eerst wil ik Dineke heel hartelijk dank zeggen voor die prachtige woorden. Dat het boek er gekomen is, dat ik me aan een belofte heb kunnen houden aan Jan, is ook mogelijk geweest doordat jij de ruimte gaf. Jij daarin heel sterk stimuleren, ook in het besef van wat er nog allemaal moest gebeuren. En daarin heb ik geweldig gewaardeerd dat je op dat beslissende moment ook de oud-journalist was die je was. Waardoor je ook heel scherp zag wat er aan het boek nog allemaal moest gebeuren om het echt ook van Jan te maken. En ik heb dat wel een hele lastige periode in gehad, zeker in de zomer van 2011. Maar eigenlijk jouw stimulans en jouw loyaliteit heeft geholpen om daar doorheen te komen. En inderdaad het boek tot een, laat ik maar hopen, goed einde te brengen. Dank je. Voordat ik het boek aan Jan overhandig, moet ik toch nog een paar woorden van dank spreken. Daar zul je begrip van hebben. Nu kan ik het nog, dadelijk wordt mijn woord ontnomen, dus het over. In de eerste plaats natuurlijk aan Hans Wiegel, die bereid bleek mee te werken en inderdaad uit de barre werkelijkheid te verhalen. Maar ook aan de drie jonge mensen, Joris, Eri en Carla, die bijgedragen hebben aan het beeld ook van die 150 jaar door hun interventies. En Carla was daar net iets te bescheiden door te doen van ja, ik weet alleen iets van na de oorlog, we weten wel beter. Dank ook aan de gastheer en tevens de middagvoorzitter Jouke Vries voor je, laat ik zeggen, je gastheerschap, waarover meer dan belangrijk genoeg is, maar je hebt ook het voorzitterschap bij uitgeoefend tot mijn grote vreugde. Je weet, en dat heb je ook geloof ik met vreugde aanvaard, dat in de coulissen stond nog een gastvrouw die voortdurend oplette of alles wel liep zoals het moest. Lisbeth Wijs, die daar zoals altijd heel ondersteunend in actief is geweest. Dank gaat ook uit naar de werkers in het vooronder die de organisatie van deze middag op zich hebben genomen en gezorgd hebben dat u een gezellige middag hier bij elkaar hebt. Dus ik denk aan Nicole, aan Katelijne, aan Ivana, aan Sofia, aan Karel Jan en anderen die ik waarschijnlijk vergeten heb. Je ziet hoe zo'n klein druktemakertje als ik een hoop mensen aan het werk weet te zetten. Maar ik ben daar buitengewoon dankbaar voor, want daardoor is dit natuurlijk ook een prachtige middag. Dank ook aan Marieke van Oostrom, Ronnie Palas en al de andere mensen van Prometheus Bert Bakker, die het boek heel snel eigenlijk en heel adequaat en heel mooi hebben geproduceerd. Daarin betrek ik ook Mai Spijkers, die vandaag hier wel wat wilde zijn, maar zich nu in Buenos Aires verbindt. Ja, waar je de boeken vandaan haalt, ik weet het niet, maar dat schijnt ook daar te gebeuren. Hoeveel tinten grijs dat oplevert, weet ik niet, maar ik weet het maar nooit. Maar hem ben ik het meest dankbaar, omdat hij nooit de moed opgaf, terwijl hij af en toe moet gedacht hebben, wanneer komt dat verdomde boek nou eens een keer, want de tijden worden niet gemakkelijk. Dank gaat ook uit naar Nicola Kramer, Hans Nieuwe en opnieuw Lisbeth Wijs, die zorgden voor belangrijke ondersteuning bij de totstandkoming van het boek namens het Montesquieu Instituut en het Parlementaire Documentatiecentrum. Maar goed, nu kom ik dan toch toe aan het moment suprême van deze dag. Want ik bied graag het eerste exemplaar van het boek aan Jan de Wit, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Omdat hij in leeftijd
het oudste lid is van die Tweede Kamer en de meest ervaren, meest geschiedenis meebrengt, omdat hij in anciëniteit de oudste parlementariër is, want behalve de 15 jaar nu bijna Tweede Kamerlidmaatschap zitten er ook nog 3 jaar Eerste Kamerlidmaatschap in. Dat zijn pas de echte. Een parlementariër intussen van groot gezag. Maar de belangrijkste reden is omdat ik hem zo aardig vind en omdat hij mij zo dierbaar is. Daarom. Ik voel me buitengewoon vereerd dat ik vandaag dit belangwekkende boekwerk als eerste in ontvangst heb mogen nemen. Nog wel uit handen van een van de twee auteurs, Joop van den Berg. Nadat Joop mij had gevraagd of ik dat wilde en nadat ik daarover had nagedacht, vroeg hij wel een tegenprestatie van mijn kant. Hij had op dat moment, zo zei hij, slechts een uitgetypte versie van het boek. En die besloeg 662 pagina's, exclusief de registers. Ik hoor nu dat het boek nog meer pagina's heeft gekregen. Ik ben benieuwd wat er in dit boek zit, wat niet in mijn register. Maar hij vroeg ook of ik die 600 of 762 pagina's dan wilde doornemen met het oog op deze middag. Dat heb ik dus gedaan. En ik moet u zeggen, met heel veel plezier. Ik heb daar geen spijt van, want het is... Ik ben de zoveelste die dat vandaag opmerkt. Het is een boeiend boek. Soms zelfs geschreven als een roman. En voor zover ik dat als leek kan beoordelen, ook heel goed beschreven en geschreven. En de journalistieke herkomst van de beide auteurs zal ongetwijfeld daar mede debet aan zijn. En ik zeg nu, nadat ik alle eerdere deskundigen geworden vandaag, niets nieuws. Maar in de inleiding werd ik al onmiddellijk geraakt door wat is er nu nieuw in dit boek? En dat is dan toch het feit dat de auteurs zeggen je moet niet beginnen bij 1840 en bij de grondwet van 1848 van Thorbecke. Nee, je moet ook kijken naar de jaren daarvoor, te weten 1796 en de daarna volgende jaren. En dat heb ik dus ook gedaan. En ik moet u zeggen, toen ik ooit in de Eerste Kamer zat in het verre verleden, zei Erik Jurgens, ik zie hem tot mijn vreugde ook daar zitten. Jan, je moet eens naar de grondwet van de Bataafse Republiek kijken. Dat heb ik toen niet gedaan, maar die fout heb ik nu goed gemaakt. Zei het heel erg laat. Want als je kijkt naar die grondwet, die dan staatsregeling heet, van 1798, overigens tot stand gekomen, na een heleboel commissies, zo heb ik gelezen, en zelfs twee heuse staatsschepen, dan zie je dat, dat een buitengewoon moderne grondwet is. Als je ziet dat het begint met een aantal algemene beginselen, bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, maar ook zoiets opmerkelijks als de erkenning van het bestaan van een albesturend opperwezen met een hoofdletter. En dat laatste, dat trok vooral mijn bijzondere aandacht vanwege mijn pogingen in de Tweede Kamer om het wetsartikel 147, dat sinds 1932 in het wetboek van strafrecht staat, zoals u weet het verbod op godslastering, om die bepaling uit het wetboek van strafrecht te doen halen, hetgeen, althans wat de Tweede Kamer betreft, inmiddels gelukt is. Maar zelfs zo'n bepaling over het opperwezen komt daar in de grondwet. En vervolgens kent die staatsregeling een opzomming, en Joop noemde het ook al, van de klassieke grondrechten. De vrijheid van drukpers, de vrijheid van request, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van godsdienst, fair trial beginsel. Ook de sociale grondrechten. En dat is helemaal nieuw, omdat de sociale grondrechten nog steeds niet in Nederland in de grondwet voorkomen. Oké, dat wordt verschillend. Maar in ieder geval het sociaal handvest
het sociaal handvest als tot voor kort in ieder geval de leidraad. Maar één artikel wil ik u toch speciaal noemen. En dat is het artikel dat ook expliciet in het boekwerk voorkomt. Dat is L1. En dat luidt: de maatschappij ontvangt alle vreemdelingen die de weldaden der vrijheid vreedzaam wensen te genieten in haar midden, verlenende denzelfde alle zekerheid en bescherming. Een bepaling, dames en heren, waardoor Nederland wereldwijd beroemd werd als de staat, als het land waar vreemdelingen, politieke vluchtelingen, een veilig toevlucht konden zoeken. Een bepaling die we helaas niet in onze huidige grondwet zien. Die staatsregeling van 1798 was dus een moderne grondwet met baanbrekende bepalingen die we zelfs nu nog in onze huidige grondwet en in internationale verdragen terugvinden. Maar voor zover ik me dat mag permitteren, valt ook wel wat te lachen, zo af en toe, met het boekwerk van Joop en de Vis. Zo worden wij, en Joop heeft al eens wat op geduid, maar het vond toch, zo worden wij deelgenoot gemaakt van een soort demonstratieve optocht van de kersvers gekozen leden van de Nationale Vergadering op 1 maart 1796. Dwars door de binnenstad van Den Haag, onder leiding van de, zo door de auteurs bewonderde, Pieter Paulus. Alleen, Pieter Paulus was blootshoofds, zo staat te lezen, en het was stervenskoud toen. Met het gevolg dat Boontje komt om zijn loontje, Pieter Paulus liep een longontsteking op en overleed een enkele week later. En met de positie, dames en heren, van de vrouw, of zo u wilt, echtgenoten, was het ook al niet best gesteld toen. Getuigt het verhaal van die arme Delacroix, die door de Franse minister Talleyrand als ambassadeur naar Nederland werd gestuurd zonder zijn echtgenote. Omdat, zo zeggen de auteurs, Talleyrand zich over haar wilde ontfermen. En tenslotte de beroemde pastoor uit Tilburg, u kent hem allemaal ongetwijfeld, van onze eigen tijd, de beroemde pastoor uit Tilburg, zou het moeilijk gehad hebben in de Bataafse Republiek, aangezien het verboden was klokken te luiden ter aankondiging van de kerkdienst. Ikzelf heb in een ver verleden op het gymnasium gezeten in de 50, 60 jaren van de vorige eeuw. En wij hadden toen een vak vaderlandse geschiedenis. En dat vak ging maar alleen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Toen hield voor ons de geschiedenis op. En het boekwerk lezende van twee auteurs kwam ik ze allemaal weer tegen. Al die namen van toen. Damels, van Limburg-Stierum, van Hogendorp, Groen van Prinsteren, Kapijnen van de Capello en natuurlijk Thorbecke. En nog een heleboel anderen. En voor velen, dames en heren, anno 2013, helaas een soort straatnaamaanduiding. En voor de mensen die in de Tweede Kamer rondlopen, meestal slechts de naam van de vergaderzaal. Dit boek is daar een absolute aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van ons land, in de parlementaire geschiedenis, in de geschiedenis van onze grondwetten. En het is, ik herhaal het nog een keer, geschreven op een bijzonder aantrekkelijke manier. De auteurs hebben een prestatie, wat mij betreft een prestatie van formaat geleverd, en daar past een woord van lof en dank oprecht bij. Als u het niet erg vindt, dan wil ik toch eindigen met een vraag aan Joop van den Berg. Als aan mij gevraagd wordt hoe ik heet, dan moet ik vaak zeggen, nee, De Wit met één T. Die andere T is er in de loop van de eeuwen afgevallen. Maar in het hoofdstuk over het einde van de Oude Republiek, daar verschijnt vanzelfsprekend de raadpensionaris Johan De Wit. Alleen in het boek wordt hij geschreven met één T. Dus de dringende vraag, waar existentiële problemen natuurlijk ondervind, is aan Joop, is er toch nog hoop dat ik zelf van die beroemde raadpensionaris ben? Ik dank u zeer. Nogmaals, ik voel me buitengewoon vereerd. Ik zal het boekwerk ook met groot enthousiasme propageren. Het is de moeite waard en ik dank de auteurs. Ik dank u daarvoor.
voor dit geweldige boek. Hè. Dank u wel. Meneer de Wet, hartelijk dank voor de toespraak. Dames en heren, rest mij niet zoveel meer te zeggen. We hebben nog een bloemetje, ja. Dat weet ik. Ligt. U kunt het kopen en namens de uitgever en het Montesquieu Instituut en de Kamers van de Universiteit Leiden willen we graag een toast uitbrengen op dit prachtige boek. Dank u wel.